Ja, straks hoor je hoe het verder ging met Winston. Dat is dus het paard. Maar eerst meer over het vliegtuigongeluk van vorige week. Want vandaag is bekend geworden hoe dat kon gebeuren. Een van de apparaten aan boord van het Turkse vliegtuig bleek niet goed te werken. Er zijn onderzoekers achtergekomen. Een toestel van Turkish Airlines stortte vorige week vlak voor de landing neer bij luchthaven Schiphol. 9 mensen kwamen om het leven en 80 passagiers raakten gewond. Nog steeds liggen er 28 mensen in het ziekenhuis. Onderzoekers gingen meteen aan de slag om uit te vinden hoe het ongeluk kon gebeuren. Vandaag vertelden ze de uitslag aan journalisten. Eén belangrijk apparaat in de cockpit leek niet goed te werken. De hoogtemeter. De radio hoogtemeter meet normaal zeer nauwkeurig op welke hoogte het vliegtuig zich boven de grond bevindt. Maar dat gebeurde dit keer dus niet. Vlak voor de landing was het vliegtuig van Turkish Airlines op zo'n 700 meter hoogte. Toen gebeurde er iets geks. De hoogtemeter gaf plotseling aan dat het op min 3 meter vloog. Onder de grond dus. En op dat moment vloog het vliegtuig op de automatische piloot. En dat betekent dat de computer het werk van piloten had overgenomen. Maar met een kapotte hoogtemeter is dat super gevaarlijk. Want doordat de meter aangaf dat het toestel heel laag vloog, werd er ook automatisch minder gas gegeven. Zo weinig gas zelfs dat het vliegtuig naar beneden viel. De piloten probeerden snel nog extra gas te geven, maar toen was het al te laat. Het vliegtuig stortte neer in een weiland bij het dorp Zwanenburg. Door het akkerland, hetgeen bestond uit drassige klei, kwam het toestel zeer snel na 150 meter tot stilstand. Door de val en de remmende werking van de grond brak het toestel in 2 delen. Het onderzoek naar het vliegtuigongeluk gaat nog door, want de onderzoekers willen weten hoe het kan dat de hoogtemeter niet goed werkte. Waarschijnlijk is pas aan het eind van dit jaar het hele onderzoek naar het vliegtuigongeluk klaar.